Misschien kunnen we nu stoppen. Oh. Want dan zou ik misschien dit lijstje kunnen afronden. Oké, okay, nou, heel, ja, helemaal. Goed of niet? Helemaal. Nee, je bent de hele week al aan het woord. Ik moet zeggen dat ik met vol bewondering naar je luister. De presentatie, maar het enthousiasme van de organisatie, dat straalt uit over iedereen. Zelfs over mij, hè? Ja. Maar ik denk dat het belangrijk is om te constateren dat ik heb ook wel eens events georganiseerd. En dat was mijn leuze, was als je iets goed organiseert, dan werkt zelfs het weer mee. En jij hebt het bewezen. Jullie hebben het bewezen. Op afstand hebben Ronald en Rick de Lange hebben meegeholpen. Die zijn niet hier vandaag. Helaas. Maar ik zorg dat ze morgen deze twee bossen namens alle deelnemers krijgen zij deze bossen bloemen in. Let op. En de bloemist zei vandaag, Jezus, dat is een heel goed idee. Ja. Dat gaan we vaker gebruiken. Ja, dus top. Deze krijgen zijn voor Ronald en Rick. Laat ik even hier naar. Voor Ronald en Rick even applaus. Misschien heb ik het op papier geschreven, ik ben wat vergeten. Ik had opgeschreven dat als ik zeg allemaal, dan zeggen wij top. Ja, dus ik zeg nu allemaal top. En de volgende keer zeggen we allemaal top en dan klappen we erbij. Dus voor Ronald en Rick allemaal top. Hey! Ja. Pierre en Rob, zijn die aanwezig? Kom hier. Waar is... Ja, Rob is thuis. Rob is thuis. Rob is thuis. Wil jij deze woorden overbrengen? Zeker. Er staat in de recent artikel van de Gelderse, staat, als je niet start, vlieg je niet. Mm-hmm. Ik weet niet van wie die quote is, hij is niet van Bas mij. Grebbers. Had het kunnen zijn, Bas Grebbers. Ja. Okay. Als je niet start, dan vlieg je niet. Nou, zonder een goede lyrist, kabelrijder en dat alles wat eromheen hangt, vlieg je niet. Ja. Dus voor deze twee heren hebben wij bij verrassing een bos bloemen. Ja. Ja. Oh, ik zei helemaal top! Dat was ik weer bijna vergeten. Ja, voor je niet? Ja, gaan. Ik had Puk bijna op als laatste hier willen hebben, maar ja, ze stond op de lijst om hier te komen. Nu wil je even hier komen. Puk staat als organisatie voor scoring en hospitality. Nou, dat vraagt natuurlijk, dat heeft ze zo goed gedaan. Dat ik heb opgeschreven, het is natuurlijk altijd leuk om te zien hoe de jeugd actief is in de zweefvliegwereld. Jeugd gezien. Jeugd. En nog leuker, maar dat is misschien mijn beleving, is ze van het als ze van het vrouwelijk geslacht zijn. Ja? Of wat dan ook. Wie zijn dat? Maar ik denk dat we met z'n allen eens kunnen zijn. Ze heeft een hele vrolijke, enthousiaste, maar vooral ook een goede, quizmatige intelligentie, overbrengende capaciteiten. Ja, dus zeker. Voor Puk, helemaal top! Hey! Bloemen! Bloemen voor Puk! Ja, ja, en dan we gaan vol. Ja, we gaan nu langzamerhand naar de top 3. We gaan naar Mario. Waar is Mario? Ja, die is ook ziek in bed. Oh, dat is heel jammer. Maar het wordt gefilmd. Dus we kunnen de woorden overbrengen. Mario heeft, als ik goed heb begrepen, alle financiën gedaan. Ja. Administratie. Het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Je kunt natuurlijk prettig allerlei dingen presenteren. Maar als je het niet goed administreert, dan wordt het een zootje. Kansloos. Dus voor Mario helemaal. Waar is Gert? Voor je. Ja. Hey Gert! Ja, hoe gaat het met je? Wedstrijdleiding, task setting en meteo. Nou, hallo. Ik denk bij mezelf, dat zijn key players, hè? Dus essentiële mensen die achter de schermen voor de moeilijke uitdaging staan om met steeds wisselende meteo-informatie, met allerlei mooie programma's, die informatie te vertalen in een task die eigenlijk met redelijke kans geeft om op Malta te landen. Je hebt niet aan de Eckenwelf gedacht. Nee. Maar je hebt het bijzonder goed gedaan.
Dus in dit geval zeggen we met z'n allen voor Ger Hillema! Dan ga ik iets achteruit. Ik wil graag naast deze man staan. Misschien moet ik er iets schuin achter gaan staan. Want ik heb echt eerbied voor alles. Jo, iets verder achter. Oké, help dit. Ja. Kijk, hier zit. Nee, ik heb met alle eerbied wedstrijdleiding, taakzetting, meteo. Ik heb hier opgeschreven, woorden schieten tekort. Dus die van jou ga ik, aan jou ga ik niet te veel woorden wijden. Dat is ook goed. Maar ik denk toch aan eventleider, positieve, enthousiaste stimulator, een verbinder. Snel schakelen, dat is ongelooflijk met die quiz, maar ook tijdens andere omstandigheden. Onvoorstelbaar. Denken in mogelijkheden, dus steeds weer het positieve betrachten. De wedstrijd mag niet, dus wat doen we? We gaan met z'n allen een 2-zet event organiseren. Ja, alleen dat al is zo bijzonder. Want het is het eerste gezamenlijk activiteit op zweven dit jaar in 2021. Let wel, ja. Maar al met al, in twee woorden, helemaal top! Ongelooflijke danken. Dat is echt helemaal top. Dank. Geweldig gedaan. Ja, top. Geweldig gedaan. Top. Echt waar, geweldig. Box. Ik denk goed, corona-proof. Ja. Ja, dat, Smit. Ah, kijk. Hey. Maar dit is dus wel een voorbeeld, hè. Zo hoort het. Met, hè? Bewaken met je leven en zorgen dat het goed komt. Ik denk wel dat we bij de Gelderse iets strengere ballotage moeten gaan doen, zodat mensen gewoon met hun vingers ervan afblijven. Maar goed, laten we het niet over Rens hebben. Hij is een beetje koud, want hij lag al een paar dagen in de koelkast gestopt. Kom maar, jongen. Van harte. We gaan natuurlijk zorgen dat je naam erop komt, hè? Dat regelen we. Dankjewel. Ja, kom maar. Ja, die moeten we nog even bijpakken. Wat is dat? Mister iets? Oh ja, ik zie dat. Kees Musters. Jeetje, ik ben dood. Top. Maar jongens, welke kleur weet je... voel je erbij? Welke kleur voel je erbij? Een beetje rood, denk ik. Nee, dit, weet je, het is een, het is leuk om zo'n event te houden. Ger en ik zei altijd, we doen dit 5 wedstrijden. En we hadden al besloten, het is geen wedstrijd, dus deze telt niet. Dus volgend jaar... En ik heb van Steven en Julien begrepen dat ze net doen of die boa nog niet langskomt. Dus mochten jullie nog een drankje willen bestellen, het kan al. Hey jongens, bedankt en tot volgend jaar. Ja, joh, blijf wel.